FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Daiwa House. FC Volendam speelt zondag de derby tegen AZ. Robert Muren heeft een verleden bij de ploeg uit Alkmaar en kijkt er naar uit om dit weekend tegen zijn oude club te spelen. De spits bewaart mooie herinneringen aan zijn tijd in het AFVAL-stadion. Begin van mijn carrière, toen ik hier vertrok naar AZ. Hele mooie stap. Twee hele mooie jaren gehad. Daar kijk ik met een goed gevoel op terug. Muren ziet nog altijd een belangrijke overeenkomst met het AZ van nu. Ja, ze spelen nog steeds goed voetbal. De spits heeft zich in één ding sterk ontwikkeld sinds zijn tijd in Alkmaar. Ik ben nog steeds dezelfde. Ik ben wat volwassener geworden. Muren hoopt te kunnen profiteren van het Europese duel van AZ van donderdagavond. Nou ja, ze spelen donderdag natuurlijk Europa League. Dus ik hoop dat ze wat conditioneel verzwakt zijn. En daar moeten wij gebruik van maken. Maar ze zullen wel gewoon altijd goed voetbal op de mat leggen. Daar staan ze bekend om. Dan is het aan ons om hetzelfde te bieden. Ja, zij zullen zeggen van we moeten snel de score openen en een marge creëren. Wij moeten zorgen dat we hun onder druk zetten en het gevoel geven dat ze sneller vermoeid worden. Muren geniet ervan om als Volendammer met zijn club in de Eredivisie te spelen. Ja, dat is natuurlijk een droom. Waar het voor gewerkt. Je ziet het als we hier spelen, dat het vol zit en dat iedereen achter je staat. Ja, een paar puntjes extra zou lekker zijn en dat willen we ze ook graag teruggeven. Maar tot nu toe zit het er nog niet in. De spits is een van de ervaren spelers en probeert zijn ervaring dan ook in te zetten richting de jonge spelers. Dat gaat onbewust. Dat doen we met z'n allen. Dat doe ik niet specifiek. Ik ben wat meer aan het woord misschien, maar met nog meerdere oudere jongens. Dus. Vorige week was de vraag of Henk Veerman zou juichen tegen zijn oude club Heerenveen. Doet Muren hetzelfde? Als de VAR hem goedkeurt, ga ik juichen. De wedstrijd AZ-FC Volendam is zondag live te volgen op ESPN2. Het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram. De aftrap in het AFVAL-stadion is om 16:45.